wat te doen derde week april in de tuin. Nou, het weer is intussen weer een beetje opgeknapt. De temperaturen gaan weer lekker omhoog. Pasen komt eraan. Ja, en dat is eigenlijk, je kunt bijna zeggen, een tweede start van het voorjaar. Maart was heel mooi. Toen hebben we een aardige dip gehad. En nu, ja, weet je, mogen we toch wel een beetje vooruit gaan dat het voorjaar echt gaat doorstoten. Nou, wat betekent dat voor de tuin? Nou ja, we hebben het natuurlijk vorige week al uitgebreid ook over het voeden gehad. Dus alsjeblieft, ga daarmee door. Gewoon tot aan september. Maar met name wordt het natuurlijk ook weer planttijd. Temperaturen stijgen. Vinden we het weer leuk worden in de tuin? Ik heb hier bijvoorbeeld een magnolia. Uit pot. A, moet die pot er natuurlijk af, hè, als je gaat planten. B, betekent als je een pot gekweekte plant hebt, dat je ze 12 maanden per jaar kunt planten. Nou, in dit geval een magnolia met nog wat bloemen. Het zal niet zo heel lang meer duren, maar goed, dan, we hebben ze nog. Dat blijft natuurlijk leuk. Die gaan we planten. Nou, laten we daar gewoon eerst maar eens mee gaan beginnen. Gaatje graven. Kijk, de plantgat maak je 2 à 3 keer zo groot als de kluit van de plant groot is. Kijk, als ik die hier nu inzet, heeft die voldoende ruimte. Je kan nog een beetje schuiven, je kan nog een beetje draaien. Maar dit doen we met een reden. Ook de ondergrond even een beetje losmaken. Eventueel een beetje potgrond onderin doorspitten. Nou, in dit geval is dat niet nodig. Moet je even kijken wat een grond dit is. Het is zanderig, maar is heel zwart. Dus veel organische stof zit erin. Hij voelt vochtig, maar hij is helemaal niet zeiknat. Want het water gaat er vrij snel doorheen. Het is een zavelgrond, dus wel echt heel fijn grondje om in te werken, hoor. Oké, de magnolia, die gaat erin. Nu even waarom de plantgat groter is. Dan kan je hem namelijk goed aansteken tegen de wortel aan. En kun je er even wat extra voedingsstoffen, oftewel onze aanplanter, bij gooien. Ga ik er even bij pakken. Tijdens het dichtgooien van het plantgat gooi ik er iedere keer even een handje van de aanplanter bij. Nou, wat doet dat nou, die aanplanter? Die is overigens gemaakt op basis van insectenmest, van meelwormen. En die zorgt ervoor dat er een fantastisch ecosysteempje in je grond wordt opgebouwd. Die gaat zich helemaal verteren en dat gaat goede schimmels aantrekken, goede bacteriën. Dan gaat er vervolgens weer wat grond overheen. En dan vervolgens nog een handje en dan pas helemaal afvullen. Ik waai uit mijn hemd. Ja. Af en toe komen er wat windvlagen voorbij, ja. En flink aanstampen, hè. Niet te zachtjes doen. Die grond moet goed aansluiten op de kluit. Na het aanplanten natuurlijk wel even stevig water geven, hè. Die grond, ondanks dat je hem hebt aangetrapt, kan nog wat holtes hebben. En met water vult dat zich en dan des te eerder zullen al die worteltjes die in die kluit zitten eruit gaan lopen. En dan krijg je een mooi haarwortelstelsel. Dus flink water geven en als het mooi weer wordt, om de dag zeker even wat water geven. Hè? Onderschat het niet. En die planten kan je niet verzuipen in het groeiseizoen. Maar je kan ze wel laten verdrogen. Gaat vrij snel. Oké, volgende. Ik heb nou net de magnolia geplant, maar in principe kan je natuurlijk alle tuinplanten op dit moment in de grond zetten. Stel je voor, we krijgen nog een nachtvorstje, boeit die planten echt niet. Dus gewoon lekker aan de slag. Voor eenjarige en kuipplanten geldt een beetje hetzelfde, maar ja, die zijn natuurlijk gevoeliger voor vorst. Kijk, zo'n tuinplant, die kan er wel tegen. Maar als jij lobeliaatjes en petuniaatjes en bijvoorbeeld mooie oleander bougainviel, fantastisch natuurlijk. Nou, die zullen nu intussen wel in de tuincentra staan. Je kan ze gaan planten, in potten zetten, in bakken. Ik zou bijna zeggen, doe het ook gewoon, want genieten van Pasen. Ik bedoel, hoeveel tijd heb je? Hoe leuk kun je het maken? Doe het ook lekker. Gooi de groeigrond erbij, de goede voedingsstoffen erbij. Hou wel in de gaten, als het gaat vriezen, kan je een probleempje krijgen. En dan moet je ze echt even afdekken. Dan even over het gazon. Kijk, april is van oudsher de grasmaand. Zonsterkte wordt groter, temperatuur loopt omhoog, bodemtemperatuur gaat ook omhoog en er is nog genoeg vocht in de bodem. Nou, dat zijn ideale omstandigheden voor het gras om te gaan groeien. Nou, als je wat kale plekken hebt, dan maak je die netjes, gooi er wat zaad overheen. Maar we hebben ook een fantastisch nieuw systeem. Dat is een soort behangpapier, dat rol je uit, dat is met name als je dus alleen als je nieuw gazon wilt gaan maken, dat rol je uit.
Daar gooi je een heel klein beetje grond overheen. En na een paar weken zie je vanzelf dat het één groene grasmat wordt. En dat is echt super veel handiger dan iedere keer die hele zware graszoden te nemen. Want neem jij maar eens 30 graszoden mee achter in je auto. Nou, vind je auto niet leuk hoor. Het is zwaar, het is vies. Die grasrollen neem je gewoon op je nek mee. Nou, en als je hier klikt, dan kom je in de shop. Kijk even bij die grasrollen. Als je dan daarop klikt en je gaat naar beneden, zie je daar ook een videootje over. Nou, verder. Ik vergeet bijna te zeggen. Als je naar ons YouTube kanaal gaat en je klikt op de afspeellijst Gazon, kom je natuurlijk al deze video's tegen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. In de derde week van april zijn het natuurlijk niet alleen de planten, hè? Of het gazon wat heel snel gaat groeien. Nee, het is ook het onkruid. Nou, laten we het daar eens even over hebben. Je hebt natuurlijk onkruid, je hebt ook algaanslag misschien nog wel op je vlonders of op je bestrating en zo. Ja, daar wil je vanaf. Nou, tuinieren hoeft niet alleen maar zwaar werk te zijn. Schoffelen, dat is zo. Ik ben er ooit mee opgegroeid, schoffelen. De bordes, onder de hagen door. Koop gewoon een goede schoffel, hè. Kijk even naar een speciale bouwmarkt, zeg maar. Kijk met zo'n hilt eraan, dat je goed een beetje kunt doen. Van schoffelen word je heel rustig, hè? Zen. Het is een beetje tuinyoga. Het is schoffelen. Hark heeft dat ook. Hark heeft dat ook. Maar echt, lieve mensen, pak een schoffeltje, pak een schepeltje en ga alsjeblieft niet met onkruidbestrijdingsmiddelen werken. We weten intussen wel hoe slecht dat is voor de insecten, voor alles wat er leeft in je tuin. De wilde bijen die er last van hebben, die sterven ermee af. En we weten precies waar we het over hebben, we hoeven geen namen te noemen, maar laat het alsjeblieft staan. Veeg je bestrating even wat vaker, geeft ook heel veel rust. Hark je grind wat vaker, want als je dat doet, dan onderbreek je het proces van die onkruidzaadjes die allemaal van bovenaf komen, dat ze gaan ontkiemen. Want ze willen wel ontkiemen en dan kom jij weer met die bezem. En dan 2 weken later doe je dat nog een keer. Als je dat een beetje vol blijft houden, zal jij zien ja, dat er bijna geen onkruid meer tussen die bestrating komt. Nou, en mocht het er nou wel tussendoor komen, die laatste paar onkruidjes, pak gewoon even een mesje en ga gewoon even lekker op de knietjes. Is ook weer zen. Dan nog even over de alg. Als laatste, want ja, wij zijn gewend, nou ik niet overigens, maar in vele bouwmarkten en media zie je soda, schoonmaker zijn, is eigenlijk een milieudelict, hè? Dat mag je op gewone verhardingen nog wel gebruiken. Maar als dat uitspoelt tijdens een dikke regenbui en dat komt terecht in de rand van je gazon of bij je planten bijvoorbeeld, dan verstoort dat grondmilieu zo sterk, dat doodt eigenlijk alles, waardoor die hele plantstrook, ja, die moet je bijna uit gaan graven en weer nieuwe grond erin gaan stoppen om dat weer op peil te krijgen. Dus wees daar heel voorzichtig mee. Op bepaalde plekken mag het nog, maar voor de rest laat ook dat staan en kijk dan even als je toch echt veel last hebt van algen. In onze shop hebben we een biologisch middel en ja, dat is 100% veilig, ook voor kinderen, ook voor katten. En wij noemen het schoon zonder schrobben. En ja, dat is ook weer zen. Oh, het heet Groenweg. Oh, het heet Groenweg. Ja, dat is ook precies wat het doet, hè. Als afsluiter zou ik zeggen, abonneer je even. Krijg je het automatisch in je mail. Kost je niks, vinden we fijn. En ik wens jullie een heel fijn Pasen. Maak er vooral een heel fijn tuinweekend van. En geniet. Tot volgende week.